Van de prehistorie naar vandaag is in Eindhoven maar een paar stappen. En de tijd gaat zeker snel als je hem uitrolt met een centimeter per jaar. Studenten van de Pedagogische Academie Hemelrijke behaalden met hun tijdlint van 21 kilometer het Guinness Book of Records en werden zo zelf een stukje historie. Het lint trok langs plaatsen waar de tijd Eindhoven een ander gezicht gaf of een nieuwe toekomst. Ingrijpende veranderingen wierpen in 1987 hun schaduw vooruit. Dries van Acht gaf dat al aan bij de opening van het Science Park. Het aantal arbeidsplaatsen in de high-tech sector is nu al hier hoger dan waar elders in het land. En ofschoon in de Randstad nog meer ondernemingen zijn dan hier in deze sector, toch is er niets vermetels aan de voorspelling dat die voorsprong niet lang meer aldus zal bestaan. En dat wij ten spoedigste ook deze koppositie zullen overnemen. Een hoopvolle toekomst dus, die de scheidende commissaris overigens zelf in Japan ging zoeken. Het Science Park, speciaal bedoeld voor high-tech bedrijven, zal verrijzen op Eckersrijd. Het industrieterrein ten noorden van Eindhoven, waar ook het meubelcentrum een plaats krijgt. Een elftal meubelbedrijven vestigt zich hier in een complex van 24.000 vierkante meter. De eerste paal kwam in augustus binnenvliegen, want ook een paal moet met zijn tijd mee. De ontwikkeling van Eckersrijd krijgt met nieuwe bedrijven en het Science Park een forse impuls. Nog forser is het bouwtempo op het bedrijventerrein Welschap, waar zich in korte tijd tientallen ondernemingen vestigden. Rechtsboven in beeld verschijnt de Welschaproute die dit jaar werd geopend. Hier vliegen we boven Gijzenrooi, een ander randgebied van Eindhoven, waar de komende jaren woningbouw voor verandering zal zorgen. Nieuwbouw betekent vaak het opgeven van een stukje landschap. Landschap dat overigens ook door andere ontwikkelingen snel een ander aanzien krijgt. Oude landbouwtechnieken waarin het paard nog centraal stond, maakten plaats voor het nieuwe. Maar niet alleen de machine bezorgde het land een ander gezicht. Nog ingrijpender zijn de sporen die de nieuwe landbouw zelf achterlaat. Aspergevelden rond Eindhoven, maar vooral ook de intensieve maïsteelt tot zelfs binnen de stad, brachten het Brabantse land een grootschalig karakter. Het betekent ook verschraling van de bodem en door de overmatige bemesting verzuring van de grond, met name door ammoniak. Maar ook de industrie veroorzaakt verontreiniging, zoals dit failliete galvaniseerbedrijf in het centrum van de stad dat niet alleen lege elektrolutiebakken achterliet, maar ook chroom en andere zware metalen in de bodem. Een andere boosdoener. Uitlaatgassen van auto's verzuren de lucht. Het Brabants bos snakt naar adem. Wel aan zal gaan. We proberen het door te dunnen de beste exemplaren overeind te houden. Maar een groot deel zal er wel het loodje leggen. Centrumgemeente Eindhoven voert al jaren een actief milieubeleid, onder meer door voorlichting. Op Eindhovense scholen startte een project om leerlingen zelf de zuurgraad van regenwater te laten meten. Zo leren kinderen milieubewust bezig te zijn. Waar moet ik naartoe? Help me maar. 5, 7. Een beetje door je wimpers heen kijken. En volgens mij is je nog wel 6-0. Maar Eindhoven maakte nationaal en internationaal naam door de aanpak van de milieucontrole. Snuffelpalen meten de luchtverontreiniging langs de wegen. De geluidsoverlast wordt in kaart gebracht en de bodemverontreiniging opgespoord en bestreden, zowel in de stad als in de regio. Al deze activiteiten trokken landelijk sterk de aandacht. Als eerste gemeente leverde dit Eindhoven de Nationale Milieuprijs op. De koningin reikte hem uit in Den Haag en plaketten met bijbehorende milieuboom kregen een ereplaats op het stadhuisplein. Zonder de medewerking van bedrijven is geen succesvol milieubeleid mogelijk. Maar ze zien ook steeds vaker brood in het milieu. Zo bleek op de drukbezochte bedrijven contactdagen. Afbreekbare verven worden op de markt gebracht. Anderen specialiseren zich in de verwerking van chemisch afval. En dit bedrijf wint olie terug uit de door de industrie gebruikte handdoeken. De olie die vrijkomt levert het bedrijf weer energie op.
Voor een heel andere schoonmaak trokken raadsleden in het kader van de actie Hou het Gaaf de stad in. Daar was een poetsbeurt hard nodig dankzij het geklieter van spuitbusvandalen. Een enkeling weet er een eigentijds kunstwerk van te maken. Maar meestal is het toch louter vervuiling waar stevig op moet worden geschropt. Soms is er zelfs een hoge drukspuit nodig om kwetsende of discriminerende teksten te verwijderen. Wethouder De Leeuw vond een schone stad kennelijk niet voldoende en begon alvast het publiek te versieren. Goed gezegd. Ik heb uw polis vanmorgen aan nagekeken en het is gedekt. Deze bestuurder heeft veel over voor de sport en dus kon het herrieterrein De Landzaart op gepaste wijze worden geopend. De regionale crossbaan kwam er na veel klachten rond overlast van motocrossers en andere off-the-road rijders. Verbieden hielp niet, hier mogen ze vaart zetten. Ook bij de aankomst van de eerste Europese ronde zat de vaart er goed in. Eindhoven was de enige Nederlandse etappeplaats en werkte aan andere internationale sportevenementen. Na deze première maakt de stad kans op de echte Tour de France. Misschien al in 1991. In Eindhoven worden de kampioenen vanavond gehuldigd. De feestelijkheden begonnen bij het PSV-stadion toen de spelers uit Venlo waren teruggekeerd. Later volgde nog een huldiging op het stadhuis van Eindhoven. Door een overwinning op VVV kon PSV zich voor de tweede achtereenvolgende keer landskampioen noemen. Het werd een feest zonder problemen. De fileproblemen op de poot van Metz richting Maastricht werden eind dit jaar opgelost. De verkeersknoop De Hocht kreeg een grotere lus en daarmee een betere aansluiting op de E3. Begin dit jaar kwam prins Klaus naar Eindhoven om de nieuwe huisvesting van de hogeschool officieel te openen. De hogeschool is de grootste instelling voor hoger beroepsonderwijs in Nederland met 10.000 studenten, waarvan er 4.000 hier onderdak vonden. Ook het recreatiecentrum De Tongelreep is goed voor grote getallen. De officiële opening viel in hetzelfde jaar dat ook de miljoenste bezoeker kon worden geteld. En daarmee haalde De Tongelreep met gemak de nationale top voor dit soort attracties. Jammer genoeg is niet elke onderneming van de gemeente even succesvol. De waterfietsenfabriek, opgezet in het belang van de werkgelegenheid, werd met een miljoenenverlies gesloten. En een wethouder moest afstappen. Het bestuur van de stad gaat overnemen. Dat liep toch al terug wat betreft het aantal wethouders. En niet alleen wethouder Leenders vertrok. Het hele college van BNW leek zwaar te worden uitgedund. Het politieke krakeel in Eindhoven baarde het nodige opzien. Zo moest mevrouw Van Velzen na een conflict binnen haar fractie het politieke ambt afgeven.